Hey YouTube, Thomas hier van Thomas Opent met een nieuwe review vandaag in de vorm van een Imperial Saison. Brewdogs Make Earth Great Again. Nou, je kan wel zien aan het hele bijzondere etiket. Het is een protestbier. Het is een protestbier gebrouwen door Brewdog als reactie op het terugtrekken van Amerika uit de klimaatakkoorden van Parijs. En dat hebben ze gedaan door het bier te brouwen met gletsjerwater van de smeltende poolkappen, cloudberries, kruipenbraam, ik heb er nog nooit van gehoord, dus ik weet niet hoe dit gaat smaken, van de poolcirkel en flink wat geweten uit Granite City. Nog nooit van Granite City gehoord. Een Imperial Saison, 7,5%. We gaan kijken wat het is. Ik ben heel benieuwd. Ik ben gek op Saison. Saisons zijn echt een van mijn favoriete bierstijlen. Dus ik ben hier heel erg benieuwd naar. Laten we hopen dat het wat is. We gaan kijken. Ik hoop dat hij goed inschenkt. Oké, nou. Kleur is in ieder geval al precies wat ik zou verwachten van een goede saison. Een beetje van dat strogele. Met een hele mooie schuimkraag. Wit. Gewoon zo wit als wit kan zijn. Mooie kleine lichte bubbeltjes. Ja, het ziet eruit zoals ik zou verwachten van een saison. We gaan eens kijken wat hij in de neus doet. Je krijgt inderdaad dat hele mooie, hele mooie droge neus wat je kan verwachten van een saison. Beetje grassig, hooiig. Er zitten flink wat hoppen in het bier. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik die nou niet echt terugvind. Ik had wat meer hoppige neus verwacht eigenlijk. Vanwege Brewdog die graag werkt met veel Amerikaanse hopsoorten. Ja, ruikt goed tot nu toe. Niet zo complex als ik gehoopt had. Het is een beetje simpel, een beetje straightforward. Er komt een hele lichte van dat farmhouse vanken. Een beetje van die boerderijgeuren komen lichtelijk omhoog. Een beetje van die wat je ook snel in lambiek en geuzes terug kan vinden. Een beetje van dat paardendeken. Van die boerderijgeuren. Dus we gaan eens even kijken wat hij in de smaak doet. Ja, droog. Heel mooi droog. Lekker bittertje erin. Komt wel inderdaad een beetje dat hoppige weer in terug. Fruitig. Zeer fruitig. Fruitiger dan ik verwacht had eigenlijk. Omdat, ja, ik moet toch zeggen dat de meeste saisons die ik de laatste tijd gehad heb, mij wat tegengevallen hebben. Maar deze doet het heel goed. Voornamelijk in de neus. Voornamelijk in de neus vind ik hem eigenlijk op het moment fijner dan in de smaak. De smaak doet hij mij een beetje. Ja, weet ik niet. Een beetje tegenvallen. Niet zo heel uitgesproken. Beetje appeltjes, groene appeltjes. Licht zuurtje. Heel mooi licht zuurtje. Ja, mooi verfrissend bier, dat zeker weten. Ja, de cloudberries, de kruidbraam. Ik vind het er niet in terug. Maar ik moet dus ook heel eerlijk zeggen, ik heb er nog nooit eerder van gehoord. Dus ik weet ook niet precies waar ik naar moet zoeken. Je zou kijken dat je zoekt naar een bepaalde bramige, bessige tartness. Beetje dat scherpe wat je wel eens hebt van vers geplukt besjes en bramen. Of een beetje dat zoetige ervan. Maar nee, beide herken ik er nou niet echt in terug. Moet ik heel eerlijk zeggen. Dus ja. Maar goed, als je niet weet wat het ingrediënt is, kun je het natuurlijk ook moeilijk weer terugvinden. Ja, nou wat reacties online gevonden te hebben. Dat
bier wat tegen zou vallen in zijn seizoenigheid. Om het zo maar te noemen, de specifieke kenmerken van een seizoen. Valt mij nog reuze mee. Goed te drinken. Niet super uitgesproken. Ja. Als we een cijfer moeten geven, wat zullen we eens denken? Ik denk dat ik hem een 81 uit 82. Daar komt het voor mij ongeveer op neer. Daar houden we het op bij deze review. Je kan me volgen op Instagram, Facebook, Untapped en uiteraard dit YouTube kanaal. Abonneer erop, like de video en hopelijk zie ik je volgende keer weer terug. Proost!